Het ging er woensdagavond stevig aan toe bij het boegspriet vechten in Dubbeldam. Inmiddels een traditie van jaren. Het is al jaren. Dat is al jaren. Het is een strijd tussen drie basisscholen. Het is een echte competitie tussen de scholen en dat moet leuk blijven natuurlijk. Dus zijn er spelregels. Spelregels, ja, niet op de hoofden, dat is vooral het belangrijkste. En ze mogen niet op elkaar gaan leunen en dat soort dingen, want dat zijn niet de regels. Echte Dubbeldammers herinneren zich de tijd dat er nog geen boegsprietvechten was. We hebben vroeger gekostumeerd voetbal gedaan. Toen is daar het mokveld, dat was het mokveld. En dan gingen de huizen opbouwen. Ja. En toen konden we niet meer gekostumeerd voetbal doen. Het boegsprietvechten vindt altijd plaats voorafgaand aan Rommeldam. Die grote rommelmarkt op het kerkplein voor de wijnstok. Mensen komen soms gewoon twee keren op een dag. Dan zeggen ze, het was vanmorgen zo druk, ik kom nog even verder. Ik kom nog even een poosje terug hoor. Nou is het een beetje rustiger, ik hoor. Zo gaat het, echt. Zaterdag is Rommeldam er weer. De opbrengst gaat naar de protestantse wijkgemeente Dubbeldam en een goed doel.